Een volwassen mens heeft 5 tot 6 liter bloed. De vloeistof waaruit bloed bestaat noemen we bloedplasma. In het bloedplasma zitten rode bloedcellen, witte bloedcellen en bloedplaatjes. Bloed bestaat voor ongeveer 55% uit bloedplasma en voor ongeveer 45% uit rode bloedcellen, witte bloedcellen en bloedplaatjes. Bloedplasma bestaat voor 91% uit water. Bloedplasma bestaat voor 7% uit plasma-eiwitten. Een van deze plasma-eiwitten is fibrinogeen. Fibrinogeen heeft een belangrijke rol bij de bloedstolling. De overige 2% van bloedplasma zijn opgeloste stoffen zoals zuurstof, voedingsstoffen, afvalstoffen, hormonen, enzymen en antistoffen. Rode bloedcellen zijn kleine ronde schijfjes. In het midden zijn rode bloedcellen iets dunner dan aan de rand. Rode bloedcellen hebben geen celkern. In 1 kubieke millimeter bloed zitten ongeveer 5 miljoen rode bloedcellen. Rode bloedcellen ontstaan uit stamcellen in het rode beenmerg. Rood beenmerg zit in de koppen van pijpbeenderen, zoals het opperarmbeen en het dijbeen. En in platte beneren, zoals heupen en ribben. Rode bloedcellen bevatten de rode kleurstof hemoglobine. Hierdoor kunnen rode bloedcellen gemakkelijk zuurstof opnemen en afgeven. Rode bloedcellen nemen zuurstof op in de longen en geven zuurstof af in andere organen. Hemoglobine bevat ijzer. Het rode beenmerg heeft ijzerzouten nodig om hemoglobine te maken. Als rode bloedcellen doodgaan, dan worden ze afgebroken in het rode beenmerg, de mild en in de lever. Het ijzer dat hierbij vrijkomt, wordt opnieuw gebruikt om hemoglobine aan te maken. Witte bloedcellen hebben een celkern. Ze kunnen daardoor veel langer leven dan rode bloedcellen. Witte bloedcellen kunnen van vorm veranderen. Zo kunnen ze uit bloedvaten gaan via kleine openingen in de wand. Witte bloedcellen worden gemaakt in het rode beenmerg. Er zijn verschillende soorten witte bloedcellen. Sommige witte bloedcellen maken bacteriën onschadelijk door ze in te sluiten. De bacteriën komen dan in de witte bloedcellen te liggen en gaan dood. De witte bloedcellen gaan meestal ook dood. Als je een wondje hebt, dan kan dat gaan ontsteken. Uit een ontstoken wond komt etter of pus. Etter of pus bestaat uit dode witte bloedcellen en gedode bacteriën. Vaak zitten er ook nog levende bacteriën in. Een andere soort witte bloedcellen bestrijdt ziekteverwekkers door antistoffen te maken. De antistoffen die door deze witte bloedcellen worden gemaakt, kunnen ook ziekteverwekkers doden. Bloedplaatjes zijn geen cellen, maar delen van cellen. Bloedplaatjes hebben geen celkern. Er komen ongeveer 300.000 bloedplaatjes in een kubieke millimeter bloed voor. Bloedplaatjes spelen vooral een belangrijke rol bij de bloedstolling.